Welkom in deze nieuwe video van Bolstar. We hebben vandaag al niet zo heel veel gedaan. Zoals gisteren hebben we ook al niet heel veel gedaan. Maar we hebben toch al meer gedaan dan gisteren. Om te zeggen, eigenlijk. Dus hier is mijn poes. Ja, die is hier. Die kruipt nu onder het bed. Omdat ze geen zin heeft om op de kamer te komen. Maar goed, ja. De poes is hier, heb je kunnen zien. Dus wel leuk eigenlijk. Maar je ziet ook de zon schijnt echt al buiten. Maar wat we eerst gaan doen, is eigenlijk... Ah, hier kan je ze wel zien. Dit is namelijk op de trap. Hier is ze. Poesie. Vaak ook te zien in de live op TikTok. Een zeer toffe en leuke poes. Maar wij gaan trouwens eventjes in bad vanmorgen helemaal proper zijn voor de school. Ik vind dat belangrijk. Dus, ja. Gaan we dat ook gewoon doen. Proper zijn. Want school is natuurlijk heel belangrijk. Dus dat gaan we eventjes doen, het bad vullen. Wat er nog op het programma staat, dat weet ik eigenlijk nog niet zo goed. Ik moet even nog bekijken. Sowieso nog live gaan met Kelly. Want tegenwoordig heb ik ook heel veel fans. Ik merk dat ook wel, ook als ik op straat rondloop. Mensen herkennen mij massaal. Ik heb dan ook 8000 bijna op TikTok. Dus volgers, dat zijn er minder op YouTube. En dat allemaal komt doordat ik één keer een jurk heb aangedaan. En mensen hebben dat dus blijkbaar massaal gevolgd. Het kan zijn dat ik misschien nog even naar de Kenny ga. Want ik wil eigenlijk een filmpje maken over Pumba, ook op TikTok. En die had volgens mij, als ik goed gehoord had, daar een hoedje van. En dat zou ideaal zijn om daar een TikTok van te maken. Omdat het wel gemakkelijk is. Ik ga ook nog mijn typetje zo nadoen. Jullie weten dat ik een typetje heb. Ik ben er ook nog maar een beetje naar aan het zoeken van hoe gaan we dat doen. Want de laatste tijd mijn stem kan dit niet meer zo goed af. Dus ben ik dat een beetje aan het zoeken. Zo'n schaduw van rook. Daar op dat huis. Dus, als ik even kijken. Maar je ziet ook dat het echt al, hier was vroeger een café. En dat ziet er dus nu zo uit. Dus dat is wel speciaal eigenlijk, als je dat ziet. Vroeger zei ik altijd, ik woon naast het café, alleen dicht bij het café, maar het café is er niet meer. Dus ja. Voilà. Dus ik heb er een aantal video's gemaakt. Heel veel mensen vragen me ook elke dag. Van, heb je meegedaan aan Superfans? Ik heb daar al meegedaan, dat klopt. Dan moet je ook aan die mensen gaan uitleggen dat mama er niet meer is. En dan maakt het ook wel heel moeilijk soms om dat uit te leggen aan de mensen. Want daarna de vraag van, heb je meegedaan aan Superfans? Volgt meestal de vraag van, en is je mama nog fan van K3? En dan is het van, oké, dit moet ik dan even uit gaan leggen. En dat is aan de ene kant wel leuk, aan de andere kant ook wel een beetje vermoeiend. Maar we gaan eerst een beetje stofzuigen. Want zodat je kan zien, is het daar wel nodig. Konijnen maken nogal heel veel, redelijk veel vuil. Dus we gaan eventjes dat stofzuigen. Dan is dat weg. Dus wat ik dus ook zei, ja, het is soms wel heel moeilijk daar om over te klappen eigenlijk, over soms is dat heel moeilijk om te praten over wat je mama gedaan heeft en zo van dingen allemaal. Aan de ene kant ben ik ook wel
trots om wat dat er gebeurd is, dat we daar meegedaan hebben. Want ja, ze heb ik nog wel herinneringen gedaan en heb ik ook zoiets van, ik heb daar nu, moet ik het zeggen, leuke ervaring op gedaan, waardoor ik nu ook wel weet van, zo zitten de camera's in elkaar en zo maken ze tv-programma's en zo'n ding allemaal. Maar toch heb ik er altijd wel een klein stukje over van, oké, ze vragen dat nu en hoe moet ik daar nu op antwoorden. Ook omdat wij heel vaak gepest zijn geweest door superfans, dat veel mensen niet weten, werden er ook door uitgelachen. Nu is dat iets minder geworden eigenlijk, maar door omdat mijn video natuurlijk met Jurk verhaal gegaan is, wat we wel zeker mogen zeggen, zijn er nu meer mensen dat vragen eigenlijk en ja, komt het zo aan naar boven. Maar aan de andere kant dat ik ook al vier jaar meegedaan heb en ik ben ook trots op dat ik dat kan zeggen van ik heb meegedaan aan superfans en ik zal het ook altijd fier op blijven eigenlijk. Het is ondertussen geleden, want 2012 dat ik eraan mee heb gedaan, dus dat kan wel even stellen dat mensen nog altijd weten, wil toch wel even zeggen, we hebben toch wel een indruk gemaakt daarover eigenlijk. Een goede of een slechte indruk. Een indruk is een indruk voor mij en ben ik echt wel heel blij. De mensen die nu aan het kijken zijn ook zoiets van, ah ja, daar kennen we jou van. Dus het is dat je het weet. Dus dat wordt wel heel vaak gevraagd eigenlijk op TikTok tegenwoordig. Maar ik zal vanavond misschien er eens een live rond doen. Ik ga even mijn lasagne er even uithalen. Zo. Dus ik denk dat er nog wel heel veel mensen daar zullen vragen over zullen stellen en over zullen praten. Dat zal wel even duren, denk ik, maar ik vind het ook niet erg op zich. Zeker in het begin vond ik het erger toen we juist mee hadden gedaan, dat we echt wel werden uitgelachen en zo. Vond ik het wel erger, maar ik vind het vooral erger als ze de beelden gebruiken en zo, die waar ik haal en zo, waar het eigenlijk gewoon, ja, die mensen er alles hebben gedaan om dat te doen. Dus ik vind het wel echt erg dat die beelden dan op internet. Ja, ik heb het zelf wel geplaatst, maar dat is omdat ik dat zelf ben, snap je? Je kunt toch zelf zeggen van, nu haal ik het eraf, maar als andere mensen dat plaatsen, dan gaat dat niet namelijk. En dan is dat wel heel veel lastig. Ik wil ook nog even zeggen, de tekeningen die ik bij de buren heb gestoken, ik heb er niet meer van gehoord. Dus ik weet eigenlijk niet of ze het eigenlijk wel bekeken hebben of ze het eigenlijk op hun hout in de handen hebben gekregen. Ik weet eigenlijk niet zo heel veel van, dat vind ik wel jammer. Want ja, nu weet ik natuurlijk niet. Wat ze daarvan vinden, vonden ze dat nu leuk of vonden ze dat nu niet leuk? Wie zal het zeggen? Ik weet het niet, maar ik had toch wel verwacht dat er iemand of zo of buren toch wel even kwamen zeggen van ik vind dat leuk of zo, maar totaal niet. Het heeft zijn impact een beetje gemist eigenlijk en dat is wel heel jammer. De buren die het gekregen hebben eigenlijk. Ik vind het wel spijtig eigenlijk dat er nu heel weinig reactie op gekomen is eigenlijk. Ik had er eigenlijk wel persoonlijk veel meer van verwacht dan dat het nu gekomen is eigenlijk. Ik ga nog eens kijken of we een kleine doos hebben. Zo ja, gaan we iets maken voor de school, want we hebben dat ook gedaan voor de andere school. Maar even jullie meepakken naar daar. Naar de kleine kamer, dat ik dat altijd noem. Het is wel een beetje donker aan het worden, dus even kijken. Een kleine doos. Kleine doos hebben we dat in niet. Kleine doos. Nog zoveel met papier wordt er altijd in gegooid. Maar een kleine doos moet er toch zijn. Ja, ik zie hier een kleine doos. Een kleine doos. Hier is een kleine doos. Een kleine doos. Dat is van de hashtag. Ja, dat is een kleine doos die we kunnen gebruiken daarvoor. Dus dat gaan we dan straks eventjes in het kanaal knutselen. En dan kun je dat doen als we aan het live zijn. Dat lijkt me wel een goed idee. Voilà, ik ga die doos hier al zetten. En dan gaan we dat gewoon in elkaar knutselen voor de school. We gaan nog eens kijken waar deze dingetjes liggen. Want die hebben we wel nodig natuurlijk om te maken. En dan maken we dat gewoon voor de school. Dat lijkt me wel een goed idee. Met alles erop en eraan. Waar heb ik nog van die... Ja, het is altijd een beetje zoeken waar alles ligt. Het gebeurt ook niet elke dag. Hè. Dus er zijn er maar een aantal die ga ik eens zoeken. Dus hopelijk vond je dit een leuke video. Dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.